Sigmar! Ja, Louis van Gaal is een topcoach puur zang. En daarom een inspiratiebron voor mij. Zijn deskundigheid staat buiten kijf, maar hij heeft de laatste tijd wel de schijn tegen. Matige resultaten in de Bundesliga en een voorzitter die moppert dat hij niet goed communiceert. Als ik Louis in München opzoek, geeft hij toe dat de kritiek hem pijn doet. Maar in paniek? Nee, dat is hij zeker niet. Nou, ik denk dat dit jaar een heel moeilijk jaar is. Dat heeft te maken met het wereldkampioenschap. Dat heeft te maken met ook het feit dat al die spelers van Bayern München eigenlijk geweldig gepresteerd hebben. En die komen dan terug en die moeten weer proberen zichzelf te focussen op andere overwinningen of titels. Ja. En dat is vrij moeilijk. Ja. Lichamelijk kan iedereen het over het algemeen wel aan, maar geestelijk is dat toch wel een beetje moeilijk gebleken. Dus ik hoop dat ik toch kan zorgen voor enig succes. Ja. En dan moet volgend jaar dan weer een fantastisch jaar worden. En daar moeten we ook ons op richten. We staan 12 punten achter, dat is veel. Maar Dortmund zal ook niet alles blijven winnen, denk ik, toch? Nou, dat hoop ik niet. Nee. Op de training blijkt Louis nog even gedreven als altijd. Zijn succes is voor mij aanleiding om naar het eigenen van zijn stijl van coachen te vragen. En dat blijkt vooral om teamgeest en bewustwording te gaan. Kijk, je kan natuurlijk alles op de fysiologie gooien, maar dat is in mijn ogen het minst belangrijke aspect van voetbal. Want bij Bayern München of bij Sparta of bij Feyenoord zitten uitgeselecteerde mensen. Ja. Dus over het algemeen zit dat wel goed. Alleen je moet natuurlijk naar topniveau en dan gaat het om procenten. En dan is het ook wel handig als je gaat meten en dat je bevestigd wordt in wat je ziet. Ja. En dat je daardoor ook betere beslissingen kan maken als trainer-coach. Maar het belangrijkste verschil is dat ik in de hersenpan train en dat hier getraind is op het fysieke. Ja. En daar moeten spelers natuurlijk ook aan wennen. Ja. Als jij zegt van ik train in de hersenpannen, wat bedoel je dan precies? Wat zijn dan de verschillen waar die spelers echt enorm aan moeten wennen? Dat zij bewust worden wat de tegenstander doet, wat wij dan moeten doen als groep. Niet als individu, maar als team. Ja. En dat je daardoor moet samenwerken met elkaar. Om dat bewust te worden, er zijn heel veel voetballers die intuïtief zijn. Ja. Die moet je ook intuïtief laten zijn. Maar ze moeten wel weten wat het team wil. Ja. En medespelers moeten dan die intuïtieve spelers weer daarop opmerkzaam maken. Zodat je als team kan samenwerken. Ik zag vanmorgen op de training 8 tegen 8 als ik goed gezien heb. Of als je de keeper meetelt 9 tegen 9. Zo'n trainingsvorm in een kleiner veld. Wat zeg je dan? Want er waren 4 periodes, het lijkt wel waterpolo. 4 periodes van 10 minuten. 5 periodes? De time-out en de verlenging heb ik niet gemist. 5 keer 9, okay. Met 2 minuten rust. Okay. En wat zeg je dan in die 2 minuten? Want ik zag je behoorlijk fel tegen ze communiceren van joh, dit moet beter. Nou, en een felle boodschap overbrengen. Wat zeg je dan? Mijn partij was de zeg maar aanvallende partij. Maar dan moet je ook weten wat je achter je laat. En Ribéry en Hamid Altuntop of in de eerste partij spelen was dat Pranjic. Had heel veel ruimte achter zich. Ja. Dat wist ik van tevoren. Ja. Dus dan zeg ik, dan moet je zorgen dat je die ruimte ook bewaakt. Ja. Alleen aanvallers hebben daar veel meer moeite mee. Maar dan moet je ook zorgen dat de bal onder druk is. En in het eerste spel heeft mijn partij de bal niet onder druk gehouden, waardoor ze makkelijk die balletjes in deze ruimte konden spelen. Ja. In de eerste periode zag je ook dat de lange bal gespeeld werd op Müller, waardoor die ook echt telkens gevaarlijk werd. Ja, ja. Maar als je de bal onderdrukt, dan wordt deze bal niet zo goed. Nee. En dan kan die verdediger gewoon ingrijpen. Ja. De liefde voor Ajax is voorbij. Voor Sparta en AZ koestert Louis nog steeds warme gevoelens. Maar een eventuele terugkeer naar het kasteel lijkt uitgesloten. Ik heb nog een droom en dat is nog één keer het meemaken van een WK. Ja.
Nou, als dat niet zo mocht zijn, ja, dan is dat jammer. Maar ik heb mijn truusje beloofd om met 55 te stoppen. En ik ben nu 59. Mijn contract loopt af wanneer ik 61 word. Ja. Dus ja, ik denk dat ik ook... ik ben aan het einde van mijn carrière. Ja. Zo simpel is het. Nou, heel hartelijk bedankt dat je ons wilde ontvangen. We hebben hier genoten. We hebben een leuke training gezien. En we hopen nog een keer terug te komen. Oké. Graag gedaan. Oké.